Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Serpent News. Iedere zondag vertel ik alles over, door, met, langs en onder Serpent Gameplay. Wat gebeurt er met kijkers? Wat gebeurt er met mij? Dat hoor je vandaag. Woo! Ten eerste, het is Alberto! En ten eerste, ik ben best wel helemaal kapot aan het gaan. Mijn hele keel is één grote... En dat is gewoon best wel kut. Zeg maar, mijn stem is mijn ding. Zeg maar, als je als YouTuber verkouden bent, dan ben je een beetje zoals een pornoster met een SOA. Dat werkt gewoon niet handig. Dus als er de komende dagen wat minder video's zijn of geen video's, misschien ben ik dood. Misschien ben ik te huilen op mijn bed. Misschien ben ik dood aan het huilen in een andere dimensie. Je ziet het vanzelf wel weer. Het tweede nieuwtje. Ik heb weer een shout-out gekregen van PewDiePie. Ik ben er ondertussen heilig van overtuigd dat die man dol is op mijn heerlijke, sappige, Nederlandstalige gameplays. Als je naar een van zijn nieuwste video's gaat, staat er weer... Abonneer nu op Serpent Gameplay in de vertalingen. Ik heb de comments gelezen op de vorige aflevering van Serpent News. En daar werd mij verteld dat PewDiePie aan heeft staan dat mensen handmatig zelf ondertitelingen kunnen schrijven. Dus Nederlanders met te veel tijd typen de Nederlandse ondertiteling. Een hele andere grapjas vond het leuk om daar abonneer nu op Serpent Gameplay in te zetten. Een andere kijker stuurde mij op Twitter een foto met een voorbeeld hoe het werkt. Hij heeft namelijk als ondertiteling bij een hele andere video ingevuld. Abonneer op Serpent Gameplay, bekijk pastoormaagd.nl en abonneer op Altijd Reno. Ik vind het best wel raar dat ik hier nooit eerder van heb gehoord dat dit kan. Dat mensen gewoon allemaal troep in je vertalingen kunnen tikken. Maar blijkbaar is het een ding. Het volgende nieuwtje is eventjes een kleine waarschuwing. Er zijn momenteel een heleboel nep-riks actief. Ik heb echt geen idee waarom mensen zich voor zouden doen als mij. Maar die mensen bestaan. Als je op Skype zoekt op Rick Broers, dan vind je een heleboel Rick Broersen. Waarschijnlijk zijn er een paar gewoon daadwerkelijke mensen die ook Rick Broers heten. Wat denk ik best irritant voor ze is. Want als ze hun eigen naam googlen, vinden ze alleen maar mij. Sorry, andere Rick Broersen. Maar er zijn ook een heleboel mensen die zich voordoen als mij. Er is zelfs één gast die heeft bij woonplaats Schagenburg ingevuld. Dat is niet waar ik woon. Ik zeg dit eventjes om jullie, de lieve kijkers, te waarschuwen. Want sommige van die neprikken, die geven hun adres alsof het mijn adres is. En zeggen, hey, stuur fanmail. In de hoop allemaal gratis shit te krijgen. Dat is zonde van jouw tijd en je geeft die oplichters gratis shit. Oh ja, nog eventjes voor de duidelijkheid. Mijn Skype is niet openbaar. Als je zoekt op Rick Broers, ga je deze jongen niet vinden. Oké, okay? Ik ben niet vindbaar op Skype. Ik geef niet aan iedereen mijn nummer. Als een of andere rare gast contact met je heeft die zegt dat hij Rick Broers is, is het niet Rick Broers. Dat is mijn Twitternaam trouwens. Verder, handig nieuws. Je hebt waarschijnlijk afgelopen week een heleboel livestreams gemist. Maar volgende week zijn er weer een heleboel livestreams die je dan waarschijnlijk ook weer kan missen. Ik maak momenteel door de week best wel lange dagen. Van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds ben ik bezig met naar het lab toe gaan en op het lab zijn. Als ik helemaal thuis ben, moet ik eerst eten. Dan heb ik van 8 uur tot 10 uur de tijd om alle video's te maken die nog online moeten. Dat lukt soms niet. En na 10 uur gaat mijn lieve broertje slapen. En wat ga ik dan doen? Dan ga ik livestreamen tot 2 uur 's morgens. Val ik in slaap, pak ik veel te weinig slaap en dan haal ik dat cirkeltje weer. Je kan dus de komende tijd redelijk veel livestreams gaan verwachten na 10 uur 's avonds. Als je die wil volgen, volg me op Twitch. Want dan krijg je een melding als ik stream. Volg me op Twitter, want dan tweet ik als ik stream. Volg me op Insta, want ik post een foto als ik stream. Volg me op Snapchat, want ik Snapchat dat ik ga streamen. En volg me op YouTube. Abonneer, want ik maak even gauw een video van, hey, ik ga streamen. En als de stream af is, verwijder ik die video weer. En alle views zijn weg. Dus ja, als je niks te doen hebt de komende tijd, na 10, deze jongen is er dan. Met Harry Potter en andere random games waar ik dan zin in heb. Dus misschien tot in de stream. En als laatste onderwerp wil ik eventjes iets heel serieus gaan bespreken. Snapchat naaktfoto's. Ik krijg ze. Het is best wel een ding op Snapchat dat meisjes foto's van hun tetters, jopen en meloenen naar willekeurige gasten op Snapchat sturen. Zo is Snapchat. Nou, ik heb dat ook. Maar dan van mannen.
Ik heb meerdere Snapchats met mannentepels, mannenanussen en zelfs een Snapchat filmpje van een kijker waar hij 10 seconden lang aan zijn piemel trekt. En het erge was, ik heb het filmpje afgekeken, want ik was er heilig van overtuigd dat er in de laatste seconde een leuk grapje zou zitten. Zo van, ah, ik trek aan mijn piemel. Lol, het is allemaal geen piemel. Maar het was wel zijn piemel. Snapchat, nooit meer. Verder biedt Snapchat ook een heleboel mooie dingen, zoals deze foto, waar een random kijker vraagt of ik zijn zaad wil drinken. En nu voor het echie wel een leuke foto. Ik kreeg namelijk deze fanart binnen. Het is ik, maar dan als vrouw. En ja, je ziet het misschien niet helemaal aan het gezicht en aan het haar, maar de kleding, de prachtige ketting en de gezelligheid, dat klopt helemaal. Prachtige tekening. Dat is de eerste foto die ik op Snapchat heb gehad waar ik niet een beetje van moest kotsen. Dankjewel daarvoor. Dit was het Serpent Nieuws van deze week. Volgende week ben ik terug, misschien beter, misschien dood, met meer Serpent Nieuws. Merk jij iets relevants rondom, op, naast of onder Serpent Gameplay? Tweet het naar me met hashtag Serpent Nieuws en dan komt het misschien in Serpent Nieuws. En jou voor het kijken. Doei!